Het ging er hardhandig aan toe donderdag op de TU. Studenten bezetten net als vorig jaar de bestuurskamer van de Eindhovense Universiteit. Waarop beveiligers probeerden de klimaatactivisten weg te slepen. De boodschap van de demonstranten? De TU moet een einde maken aan de banden met vervuilende fossiele bedrijven als Shell. De strategie van bezetten is dus dat we eigenlijk een soort van in de weg zitten. En de aandacht trekken bij het college van bestuur om met ons in gesprek te gaan over onze eisen. En zo op zwart-wit op papier duidelijk te krijgen dat zij alles eraan gaan doen om de banden met de fossiele industrie te verbreken. De actievoerders zijn dus ontevreden over de stappen die de universiteit heeft gezet als het gaat om de banden met de fossiele industrie. De TU zelf zegt alleen nog met bedrijven als Shell te praten als het om duurzaamheid gaat. Volgens de universiteit grepen beveiligers donderdag stevig in omdat de actievoerders een besloten ruimte betraden. Shell must fall. Shell must fall.